vond ik dit wel heel vernieuwend. Hij ruikt net zo lekker als het hij eruit ziet. Laten we daarop houden. Zoetig en cutig. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook hele leuke video's, soms ook action shoplogs. En ook vandaag heb ik hier voor jullie een hele leuke shoplog. Dit is namelijk een shoplog waarin ik alleen maar items onder de 1 euro heb geshopt. En dit is een video die door een van jullie is aangevraagd. Ik heb namelijk al wel vaker budget shoplogs gedaan. Dan was het vaak 3 euro of 2 euro. En dit keer dus 1 euro. En spoiler, ik vond dat er echt heel veel te vinden was. Dus ik heb ook iets van 25 à 30 items geshopt. Allemaal hele leuke dingen. Dus ik kan niet wachten om jullie alles te laten zien. Als je hier zin in hebt, doe dan alvast je duimpje omhoog voor mij. En het feit dat het me gelukt is om heel veel leuke dingen te vinden. Vergeet natuurlijk niet om straks een leuke reactie achter te laten. Welk van deze items vond jij die euro ook daadwerkelijk waard? Sommige zijn niet eens een euro. Maar in ieder geval, nou, wat vond jij nou echt een heel goed budget item? En vergeet ook niet om eventjes te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Dan gaan we snel beginnen. Nou, het eerste dat in mijn mandje terecht kwam was dit. Chocola. Het is een paashaasje met paaseitjes. En ja, hiervan dacht ik, oké, 99 cent, die gaat gewoon meteen mee. Altijd lekker namelijk. En ik bedacht ook meteen, volgens mij kan ik wel meer lekkers halen voor een euro. Dus daar komen we zo nog op. Dan voor 95 cent, Dreft afwasmiddel. En dit is de geurkleur granaatappel, clean and fresh. Ja, ik kan jullie wel zeggen, bij de schoonmaakmiddelen kun je heel veel items vinden onder de euro. Dus zo ook deze. Dan heb ik ook deze koffiebekers gevonden. Die waren 99 cent per stuk. Maar ja, zoals jullie wellicht al weten uit andere video's die ik heb gemaakt, vind ik het wel altijd leuk om meteen een setje te maken. Dus ik heb er 2 van 99 cent. Dus bij elkaar 1,98. Nog geen eens 2 euro voor deze 2 chique koffiebekers, zoals zij dat noemen. Ik vind het echt heel leuk met het printje, 2 leuke kleurtjes. Ik drink geen eens koffie, maar wel heel leuk als er mensen langskomen die wel koffie willen drinken. Ik heb ook papieren bekertjes meegenomen. Die zijn minder spannend. Ze hebben een soort van zigzag figuurtje. Maar ook deze waren 99 cent en vond ik dan toch wel leuk om te laten zien dat je dit ook gewoon binnen een euro kunt scoren. Altijd handig om in huis te hebben, mocht je denken van, oh, ik heb een lekker theetje, maar ik moet nu de bus of de metro of de tramtrein halen. Dan kan je dat gewoon even lekker hierin schenken en dan heb je gewoon je eigen papercup om mee te nemen. Nou, zoals jullie weten, ik haal altijd wel een kaars. Dus ik was zelf ook echt het meest benieuwd van wat voor kaars kan ik vinden onder de euro. Ik had al vaccinelampjes verwacht. Die waren er waarschijnlijk ook wel onder een euro. Maar ik ging voor dit kaarsje. Dit is namelijk ook nog een heel cute, leuk kaarsje om te zien. Dit is de Blueberry Scented Candle. En ik heb hem niet eens geroken, omdat ik dacht, ja, dat wordt hem. Maar oh, hij ruikt ook heel lekker. Ook niet onbelangrijk. Een beetje zoetig en cutig. Leuk, voor 99 cent. Dan heb ik ook crème meegenomen van Dove. En daarvan heb ik beide soorten meegenomen, want het zijn uiteindelijk wel 2 verschillende. De ene is Rich Nourishment en de andere is een Beauty Cream. Dus ik heb zelf het idee dat je de roze beter voor je gezicht kunt gebruiken. En de andere meer voor het lichaam. Maar volgens mij kunnen ze beide voor alles. Dus wat zeg ik nu eigenlijk? Voor face and body. Oh, ik zat al te denken, wat is nou het verschil? Maar hier staat 24 uur moisturization. En hier staat 48 uur moisturization, ofwel hydratatie. Dus deze is misschien nog net iets dieper, rijker dan die. En ze waren dus 99 cent per stuk. Dan heb ik voor 95 cent deze handcreme gevonden. Daar waren verschillende soorten van. Dit is de You're a Goddess met cozy vibes. Sowieso vind ik die handcremetjes er altijd echt super gezellig uitzien. Maar Goddess, ja, dat sprak mij op de een of andere manier wel aan vandaag. Ik weet niet waarom. Vraag me echt niet waarom. Ja, ruikt lekker. Lekker frisjes. En dit zijn ook van die handcremetjes die gewoon handig zijn voor in je tas. Gewoon altijd meenemen, zodat je altijd je handen lekker kan invetten of cremmen, zeg maar. Dan heb ik ook deze luchtverfrisser meegenomen. Dit is de geur Spring Flowers. En ik vond die er gewoon zo gezellig uitzien. Ik word op de een of andere manier altijd blij van de luchtverfrissers die ik bij de Action tegenkom. En dit was er dus ook zo een. 89 cent. Ik heb hem niet geroken, dus daar gaan we dan. Ik duik er echt in. Ja, ruikt lekker. Best wel zacht. Wel fris, maar ook zacht. Hij ruikt net zo lekker als het hij eruit ziet. Laten we daarop houden. Ja, dit was dus ook een van de eerdere producten die ik tegenkwam. Toen dacht ik, oh ja, 89 cent volgens mij. En dit is dus een lipgloss. Die hadden ze ook in het rood, maar dit is de roze. En het is tegelijkertijd een roosje. Of in ieder geval, het lijkt op een roosje. Ik heb eerlijk gezegd niet echt hoge verwachtingen van een lipgloss van 89 cent. Maar goed, ik vond het gewoon zo cute. Oh, kijk. Oh ja, dit vind ik wel heel leuk eruit zien. Maar werkt deze kleur wel voor mij? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Kijk,
Het ziet er niet al te roze uit. Ik denk dat het eerder gewoon een extra glossje is. Want hij is best wel doorschijnend. Nou, dat is toch schattig. Ook wel schattig zijn deze nagelfijltjes. Dat is een set van 3 en die zijn 69 cent alles bij elkaar. Haarelastiekjes mag natuurlijk ook niet ontbreken in deze video. Ik bedoel, als je het hebt over dingen onder een euro, dan moet je toch wel haarelastiekjes kunnen vinden. En toevallig waren die van mij op, of in ieder geval allemaal kwijt. Want dat gebeurt altijd met haarelastiekjes. Dit is een set van 38 haarelastiekjes, kun je dat geloven? Het zijn er echt superveel. En dat voor 79 cent. Dan heb ik hier ook een gezichtsmasker. En dit is er eentje die heet collagen. Met andere woorden, het bevat vooral collageen, of daar is het voor bedoeld. Firming and plumping, ofwel versterkend en geeft een soort van plump. Versterkt de elasticiteit van de huid. En ik weet niet, maar dit merk zag er gewoon heel erg chic en sterk uit. Voor 99 cent. Dus ik denk, ja, die moet ik toch een keertje uitproberen. Dit is ook een van de weinige maskers die ik bij de Action nog nooit eerder ben tegengekomen. Misschien is die nieuw. Ik heb heel veel maskers van de Action. Ik word er normaal wel blij van. Laat me vooral ook weten wat jullie bevindingen zijn van maskertjes van de Action. En of er nog andere maskers zijn die je absoluut kunt aanraden. Misschien kunnen we ook weer een keertje een video maken over maskertjes waarin ik maskers ga testen. Laat me dat weten in de comments. Maar bij deze dus in ieder geval een collageenmasker van 99 cent. Cadeautasjes kun je ook vinden onder een euro. En die zijn zelfs maar 49 cent per stuk. Dat geldt natuurlijk niet voor alle, maar in ieder geval deze die ik hier heb. Dit is er eentje waarop ook nog staat congrats. Dat is wel leuk, want dan kan je hier aan de achterkant ook nog iets schrijven. Hoef je er misschien niet eens per se nog een kaart bij te doen. En leuk met die bloemetjes. En hierop staat for you en dan wat luipaardjes. Dus die waren 49 cent per stuk, bij elkaar een euro. Nou, de meid heeft weer helemaal gerekend en komt gewoon weer uit met haar budget. Nou, daar heb ik dan ook nog cadeaupapier bij gehaald. En dat is een soort van luipaardprint. Ik weet niet of jullie dat zo goed kunnen zien. Maar dan wel een luipaardprint van zilver en goud op donkerblauw. Ja, ik vind dat wel cool. En die was 79 cent. Nou, heel saai, maar bij mij waren ze op. Schuursponsjes gebruik ik echt best wel vaak in de keuken. Dus altijd handig voor die 55 cent. Dan vond ik dit wel heel vernieuwend. Dit zijn namelijk handwarmers. Ja, dat heb ik zelf nog nooit eerder gebruikt. Dit is ook echt een wandje, weet je wel. Of een wand, handschoen-achtig. En dit is zogenaamd een meeneembekertje. Ik vind het er heel cute uitzien. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar ik zal er even eentje uithalen, zodat je hem wat beter kunt bekijken. Ja, het ziet er eigenlijk meer uit als iets wat je in de vriezer legt en wat dan juist je handen kouder zou moeten maken. Maar daar gaat het niet om. Het is een handwarmer. Activate the hand warmer by flexing the metal disc inside the product. The hand warmer will instantly heat up and will stay warm for 30 minutes. Oh joh, dat donkere vlekje, dat is een disc. Activate the hand warmer by flexing the metal disc inside the product. Flexing. Wat bedoelen ze met flexen? Moet ik hem gewoon indrukken? Ik vind dit super interessant en ziet er ook echt heel schattig uit. Handwarmers, hallo, ik kan ze wel gebruiken hoor in deze tijd. Ja, leuk toch? En die zijn dus 69 cent per stuk. Dan heb ik ook nog een badspons meegenomen. Ja, ik gebruik dat niet heel vaak, maar ik zag hem voor die 59 cent en ik dacht, toch eigenlijk wel handig en leuk. Misschien toch net even een extra touch, weet je wel? Dan zakdoekjes. Ook iets wat we in deze tijd van het jaar, denk ik, regelmatig gebruiken in verband met de kou. En zoiets wat je volgens mij gewoon altijd in huis moet hebben. Maar wat ik dus niet altijd in huis had. En nu wel. Deze waren 75 cent voor de hele set. En er zitten er dus 10 in. Dan heb ik hier een geurzakje aan een hanger. Dus die kun je ook gewoon lekker in de kledingkast hangen. Dit is de geur Rose. Ruikt waarschijnlijk naar roos, maar ik kan hem nu niet ruiken. We moeten hem wel eerst uit de pakking halen, denk ik. Ze hadden hier heel veel verschillende soorten van. En ik heb er ook al een aantal in mijn kast hangen. Oh ja, ruikt inderdaad gewoon lekker naar roos. En ja, zo hou je je kleding ook gewoon lekker geurend. En deze was 74 cent. Dan heb ik ook mijn kerststiften meegenomen. En dit is echt zoiets wat ik dus altijd vergeet te halen. Maar dan ineens heb ik het toch weer nodig. Bijvoorbeeld met kerst of zo. Wanneer je dan alle namen op je cadeautjes moet gaan zetten. Of wanneer ik überhaupt iets verstuur via Vinted of zo. Dus ja, dit zijn er meteen 4. Rood, blauw en 2 zwarte. Hartstikke handig. En dat voor 59 cent. Zeg ik het goed? Nee, ik zeg het niet goed. 56 cent. Nog goedkoper. Dan heb ik ook wegwerpmaskers meegenomen. Dat zijn gewoon van die mondkapjes.
Zitten er 7 in en dat voor volgens mij 59 cent. Ja, 59 cent. Het is 3 laags, type 2. Ik heb geen idee wat voor types er allemaal zijn. Maar volgens mij zijn ze prima. Dan heb ik hier reinigingsdoekjes. Dit zijn de 100% natural en bio of biodegradable. Je hebt ook de roze variant. Dat was volgens mij extra sensitive voor de skin of voor de sensitive skin. En je hebt ook gewoon de blauwe. Dat zijn de normale, denk ik. Er zitten er 25 in en deze waren 69 cent. Heb ik ook een toiletblok meegenomen. Ook niet heel spannend. Maar goed, ze maken het wel heel spannend. Want er staat hier Lemon Power, Powerful Cleaning, Super Fan. 7 keer Shine, Cleanse, Anti-Calk, Refresh, la-di-da. Ik heb geen idee wat dit ding allemaal doet. Maar je kan het maar in je toilet hebben hangen. En dit was 79 cent. Dus ook weer heerlijk onder die euro. Nou, normaal gesproken haal ik nooit douchegels. Want ik heb er echt nog heel veel liggen, dacht ik. Maar ik weet niet waar ik die heb liggen. Maar nu zag ik deze en toen dacht ik, oh, dit ziet er gewoon zo leuk uit. Dit is van Fa. En dit is de Miss Strong Douche Gel. Het staat er verder allemaal in het Duits op. Sei mutig, stark, selbstbewust, neues Design. Douche gel met persikgeur. Oké, dat wist ik nog niet eens. Oh ja, persikgeur. Lekker. Maar ziet er vooral ook echt gewoon gezellig uit, toch? 99 cent, perfect. Dan heb ik ook luchtkussen-enveloppen meegenomen, zoals ze heten. Dat zijn dus van die enveloppen met van dat soort van luchtkussen erin. Ja, hoe heet dat? Wat je zo lekker kan... In ieder geval, met een soort van extra bescherming. Nou, dan het laatste item. En dan sluiten we ook gewoon weer af met wat lekkers. Dit zijn Lay's Sticks in de smaak paprika. Heb ik nog nooit gehad. Maar juist daarom dacht ik, ik neem ze lekker mee. En dit was natuurlijk ook weer gewoon lekker onder de euro. Ik zit even op mijn bonnetje te spieken. Ja hoor, 79 cent. En deze ga ik ook meteen even proberen. Dus hoe ze eruit zien. Smaakt naar meer. Lekker. Dit is dan toch weer zo'n chippy die je volgens mij in de meeste supermarkten niet tegenkomt. Dus ik vind het altijd wel weer leuk om uit te proberen of zo. Nou, en ik vond het ook heel leuk om überhaupt deze hele video uit te proberen. Om items te vinden onder de euro. Ik heb bijna het idee alsof ik echt alles wat onder de euro was mee heb genomen uit de Action. Want het zijn heel veel items. En er is een hele grote verscheidenheid aan producten die je dus onder de euro kunt vinden. En ook gewoon echt heel leuk. Niet alleen maar kleine handigheidjes of dingen waarvan je ook verwacht dat ze cheap zijn. Dus... ik vond dit echt een hele leuke uitdaging, jongens. Ik weet niet of we de volgende keer onder de 50 cent moeten gaan zitten. Dat lijkt me wat lastiger, eerlijk gezegd. Maar mochten jullie nog andere challenges hebben om een leuke shoplog te maken, laat het dan vooral weten in de comments. In ieder geval superleuk dat je naar deze video hebt gekeken. Hopelijk was het weer inspirerend. Vergeet natuurlijk niet om je duimpje omhoog te doen en even te abonneren. En dus die leuke reactie achter te laten. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer bij een nieuwe video.